Dank u wel, voorzitter. Steffi was een meisje uit Würzburg. Ze was 24 jaar. Ze ging een jurk kopen voor de bruiloft van haar beste vriendin, waar zij het bruidsmeisje zou zijn. Maar Steffi is er niet meer. Ze werd doodgestoken door de Somalische Abdirahman, die Allah Akbar riep terwijl hij in blinde razernij op haar instak. Ook de 49-jarige Christiane kwam om het leven toen ze voor haar 11-jarige dochter sprong om haar te beschermen tegen het buitenlandse beest dat zogenaamd door barmhartige politici werd binnengelaten onder het mom van asiel. De dochter van Christiane moet opgroeien zonder moeder, omdat mensen die haar land hadden moeten beschermen tegen dit soort indringers juist het tegenovergestelde deden. Ze plaatsten vijandige troepen in woonwijken. Toen de dochter van Christiane, die zelf ook werd neergestoken door de Somaliër, de winkel ontvluchtte, sprong de 82-jarige Johanna tussen haar en de moordenaar. Ze overleefde dit niet, maar het meisje kon ontsnappen door deze heldendaad. En terwijl nu allerlei bewindspersonen bijeen zijn om iets te herdenken dat honderden jaren geleden is gebeurd, worden Steffi, Christiane en Johanna niet herdacht. Nee, zij worden vergeten. Zo spoedig mogelijk, omdat het onontkenbare feit verbloemt dat Steffi, Christiane en Johanna nog in leven hadden kunnen zijn. Wij herdenken hen wel. Want voorzitter, Steffi, Christiane en Johanna hadden die dag niet de dood hoeven vinden. Als Duitsland de Somaliër Abdirahman, hoe die ook heet, had geweigerd aan de grens. Ja, er zijn talloze voorbeelden van islamitische terreuraanslagen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in ons mooie Europa. In 20 jaar tijd werd het avondland 442 keer verminkt door de haat tegen onze bevolking. 2500 Europeanen verloren het leven en nog eens 8500 raakten gewond. Gaat het kabinet ook voor hen een herdenkingsdag in het leven roepen? Nee, met dit in het achterhoofd heeft de regering besloten deze maand om IS-terrorist Ilham B. terug te halen naar Nederland. Diezelfde Ilham B. die in 2013 opschepte tegenover haar nichtje hoe gelukkig getrouwd zij was met een IS-strijder die op het slagveld overwinningen boekte tegen het leger van de Syrische regering. Bij Allah, zusters, er is jihad. Nu nog tegen de Shia, die zichzelf moslim noemen, is wat zij stuurde. Daarna vertrok ze zelf naar Syrië om haar steentje bij te dragen aan het zaaien van dood en verderf. Net als vele andere vrouwen, zusters in hun strijd. Een citaat van een Yazidi. De IS-vrouwen waren slechter dan de strijders. Ze sloegen de gevangen genomen vrouwen en hielpen strijders om hen te verkrachten. Waarom halen we deze overduidelijk vijandige buitenlanders, die ervoor hebben gekozen om ons veel te gastvrije land te verlaten voor Syrië, om Syrië en Irak te gaan terroriseren, waarom halen we die mensen in hemelsnaam terug naar Nederland? We moeten blij zijn dat ze zijn vertrokken. Wanneer gaan we eens kiezen voor ons eigen land, voor de bescherming van onze eigen mensen? Want vanuit de linkerzijde van de Kamer heb ik vandaag te horen gekregen dat het goed zou zijn voor onze veiligheid als we die IS-vrouwen naar Nederland halen. Hoe bedenk je het? Deze omkering van de waarheid, die vaker ten hun zijde klinkt, was nog nooit zo onoprecht en misselijkmakend. Als we deze terroristen niet berechten in Nederland, zeggen ze, dan komen ze misschien wel zelf naar Nederland. En de waarheid is dat als deze terroristen in Nederland worden berecht, ze binnen enkele jaren weer op straat staan. Dat ze vrij mogen rondlopen over onze straten. En de enige reden dat ze kunnen terugkeren naar Nederland, is omdat deze regering de grenzen wagenwijd openhoudt. Nee, voor linkse partijen is het geen kwestie van veiligheid, maar voor het verder aanmoedigen van de massale immigratie, waar al zoveel mensen het slachtoffer van zijn geworden. En de rechtse partijen spreken zich vandaag uit tegen de terugkeer van deze terroristen. En daar ben ik blij om. Maar ik hoop ook dat ze bij de stemming daad bij woord zullen voegen. Deze IS-vrouwen mogen nooit en te nimmer terugkeren naar Nederland. Daarom stel ik de motie van de heer Markeshauer mede indienen in de tweede termijn. Dank u wel.